Yo kijkers, welkom bij deze special. Ik ben vandaag weer met Lars en weer met Karel. Het is weer maandag en er is weer een special. Vind je dit leuk? Dan kan je nu alvast een blauwe duimpje achterlaten. Hier beneden. We gaan weer lekker versneld spelen en dan kunnen we weer lekker lang gamen omdat het gewoon leuk is. Dus Lars is ergens in de Nether. Geen idee wat hij aan het doen is. Hey, Sander, en Karel is hier de chest aan het overzetten. En dat is echt een rotwerk. Huh, ik heb de chest niet eens opgepakt. Ja, Karel, hiernaast staat ook een chest waar je dingen in kan doen, hè? Sander, ik maar mensen, wacht, ik ga knippen met mijn vingers deze keer en dan komt, maar dan komt het versnelde gedeelte dus. We'll be right back.
Hé, hey, maar mensen, denk nou even. Ik ga één keertje minen. Vind het villetje mine. Ja, dan willen jullie nu zeker ook vaker gaan minen. Omdat ik weer epische dingen vind. Ja. Waarom heb ik dat nou gevonden? Ja, maar dat ga je zeker niet doen. Oh, rails. Nee, maar jullie kunnen mijn. Welke kant is dat op via de... Oh, dit is. Het is als je binnenkomt achter de trap. Oh ja, ik zie je. Maar mensen, Lars is gestopt, want hij mocht niet meer. Maar wij gaan door, dus kijk maar weer lekker versneld. Ja, ik ga even open doen. Is dat een veilige plek? Ja, dan kan de deurbel ineens gaan, kijkers. Ding dong! Belletje lellers. Hoe is er zo grappig? Changes.
Oh, het is Durpsom. Welke is dat? Zo. Oh, dat gaat gewoon het hele liedje zo door. Durp, durpity, durp, 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 dat vind ik juist leuk. Ja, maar het minimale liedje duurt 10 uur. Nog steeds? Nou, kan maar zitten. Maar ik haat het liedje Kom van het dak af. Ik vond er echt geen leuk meer. Oh ja, die ging Daan dan altijd kiezen. Ja. Oh. Ik waarschuw niet meer. Nee, 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 kom van die vrouw af. Het is de laatste keer. Kom van dat dak af. Het is nu tijd voor rock. Dat komt helemaal niet voor, of wel? Nou en. Maar kijk, ze was nog even een niet versneld stukje. Kijk er maar weer lekker. Maar Carol, heb je nou al bijna cent gehakt? Nee. Nee, want dan begint morgenochtend aan als je niet echt vindt. Nou, eigenlijk wel. Moord pech, hoor. Ik ben namelijk een beetje. Ik ben een pechvogel. Jan de Kraai willen zijn. Pauw! Je kijkt mijn leest uit je ogen. Wat maar hebben wij ineens met muziek, mensen? Echt. Nu dit, net. Ik weet het niet, wat hebben wij ineens met muziek, Carol? Ik weet het niet. We hebben gewoon ineens iets met muziek, kijken. Ik vind het wel leuk. Jij? Ja, ik vind het ook leuk, maar we gaan ineens die liedjes zingen. Ja. Zoals Kom van. Nee, niet nog meer. Ja, maar ik ga tijdens een aflevering altijd zingen. Dat heb ik eigenlijk ook. Ik zing best wel vaak. Ja. Tijdens een aflevering. Ik bedoel. Ik zing nooit buiten opname eigenlijk. Nou ja, maar ik wel. Ik zing wel vaak. Behalve met koor, maar dat is gedwongen. Dat is niet leuk. Ja, maar ik vind het echt niet leuk. Ik dacht zo van. Oh, koor, dat is echt stom. En die band, daar heb ik ook totaal geen zin in. Maar gelukkig, dan ga ik gewoon in het niks doen. En dan ga ik lekker feestjes organiseren. Maar dat mocht ik. Ja! Oh, dat dacht ik ook. Oh, dat feestje organiseren was veel leuker. Ja. Nou ja, toen mocht het ineens niet meer of zo. En die leraren. Die formuleren het ook altijd zo van. Oké, jongens, we hebben weer koor. Echt zo van. En dan Yippie, denken ze ook zo van. Het is een feest. Oh, en daar verheugen wij ons ook in. Nou, hun vinden het ook geen zak aan, volgens mij. Nee. Nou ja. Voor hun bestaat het volgens mij gewoon een beetje uit koffie lurken en kijken. Ja, en een beetje kijken. Oh. Hoe de kinderen het beter moeten doen. Ja. Dit is echt een lang stuk dat we even. We hebben even een goed onderwerp, mensen. Ja. Weet ik toch. Ja, dat weet je, die juffen die. Dan denk ik echt altijd van. Weet je, zelf vond je dit vroeger ook niet leuk. Geef mij koffie. Maar kijk eens, kijk maar weer lekker versneld. Take me away from home. Show me all the places I've never known. And we'll chase the night. Race all of these broken dreams in flight. And we'll fly. Karel, ben je al wat cent aan het drukken? Want dat hebben we best wel nodig. Oh ja. Nou kijk, ik was dus iron aan het zoeken in de chest. En toen dacht ik zo van, maar er liggen ook nog in de ovens en daar krijg je XP van. En toen dacht ik zo van, dan ga ik nog meer iron zoeken, want dan heb ik nog meer XP. En toen vergat ik het iron voor die scheppen helemaal. Dus ja.
Life story. Ja jongen, je weet zelf. Als jij dit ook meemaakt en je wordt ermee gepest. Bel dan. 038-451. Oké, ik zit echt op random. Bel dan. 51. Kijk, dit is echt een heel makkelijk nummer, mensen. Bel dan 51-98-73-53-593-8-793-573-595-591-921. Dat moet je bellen. Nou, en dat is hetzelfde. Er was een gabber. En die was, en dat was een baas. Of van zo'n telefoonbedrijf of zo. Ja. En die had toen... Van T-Mobile of zo, ja, ga door. Die was voor dat je met een nieuw soort iets zou bellen. En dat zou dan een moeilijker nummer zijn. En dan dat zou dan veiliger zijn tegen telefoonhackers. Nou, ik bedoel, als je hackt, waarom ga je dan een telefoon hacken? Maar... Nee, maar wacht. Eerste punt. Kijk. Dat is zo dom. Want een nummer is langer. Hoe cares? Dan zoek je toch een langer nummer op. Weet je, die hackers zijn daar echt niet lang mee bezig, hoor. Nee, en die gingen dus... toen vroeg zo'n gabber... En wat wordt Giro 555 dan? Ja. En toen zei hij zo van... Ja, en dat is een makkelijke. En die heb ik uit mijn hoofd geleerd. Die had hij serieus uit zijn hoofd geleerd. En toen zei hij echt zo'n random nummer. Echt gewoon allemaal van die random getallen. En toen kwam ze op het laatst... Makkelijk toch? Maar ik was de draad alweer helemaal kwijt. Ja, het is niet normaal soms, joh. Nee. En dan denk ik echt zo van... En die mensen die zijn er ook nog trots op dat ze dat verzinnen. Echt zo van, dat is hetzelfde zo van, je verzint zo'n gruwelijke horror game dat niemand hem durft te spelen. En dan ben je er trots op dat jij een horror game hebt gemaakt die niemand durft te spelen. En daarom verdien je er helemaal geen geld mee. Ja, ik zou heel trots zijn als ik een spel bedenk wat iedereen speelt, zoals Minecraft. Ja, of GTA. Even serieus, iedereen op de wereld bijna kent Minecraft. Ja, ik bedoel, al vraag je, zelfs mijn opa speelt Minecraft. Oké, als ik bijvoorbeeld zo zeg... Mijn opa speelt het, hè? Bijvoorbeeld, zelfs spelen. Als ik in de stad vraag aan iemand, wat is Minecraft? Ik weet zeker, misschien 1 op de 100 mensen weet het niet. Nou, nee. Dat is sick. Dat is zo knap van Minecraft. Ja, aan een beetje, dan is het ook wel zo, ik bedoel... Als je aan mij vraagt, wat is het bekendste bedrijf ter wereld, dan zeg ik meteen Microsoft. Ik ook. Nou. Ja, mijn eerste ding zou Microsoft zijn, maar als ik er dan over na ga denken, denk ik ook aan Apple. Ja, maar... Dat zou ik heel erg aan denken. En voor de rest zag ik geen één. Ja, maar ik bedoel Apple. Apple is niet echt Apple meer, want ik bedoel de maker is dood. Ja, oké, dat wel. Steve Jobs. Ja. En ik bedoel Bill Gates leeft nog. Ja, maar die gaat ook dood. Ja, maar wij gaan ook dood. Iedereen gaat dood. En misschien moeten we even een kostbare test gaan maken. Eigenlijk wel, ja. Maar ik denk dat we dat in de volgende aflevering gaan doen, mensen. Want ik wil jullie bedanken voor het kijken in deze aflevering. Hier beneden kan je een blauw duimpje achterlaten. Hier beneden kan je ook subscriben, wat abonneren is. En Karel, we hebben lekker lang gegamed. Lars, 20 minuten minder, denk ik. Wat denk ik, 20 minuten? Ja, 20 minuten ongeveer minder. Maar hier beneden kan je dus even... Je kan hem trouwens ook delen, wat ik vaak vergeet te zeggen met je vrienden. Karel,
wij gaan stoppen. Dus ik zeg nu. Nee. Ik had dat zo rennen naar de. Naar, als ik met de outro bezig ben, soort van. Maar mensen, later.